graag wat gaan vertellen. Wat we al weten en u kunnen vertellen over 26 april, de eerste Koningsdag, waarbij de koninklijke familie een bezoek brengt aan Amstelveen. En dat ga ik niet zozeer doen, maar dat gaat straks de burgemeester Fred de Graaf, die gaat u welkom heten. Geweldig dat u in zo'n grote getale bent opgekomen op deze informatieavond ter voorbereiding op Koningsdag, 26 april 2014. Nog 67 dagen te gaan. Dat betekent dus dat we nu alle zeilen gaan bijzetten om het programma helemaal tot in de puntjes te verzorgen. We zouden, Carlijn gaf het aan, u vanavond eigenlijk het liefst het hele programma willen laten weten. Want we zijn ongelooflijk geïnspireerd geraakt door alles wat er gaande is. Maar daarover hebben we een afspraak gemaakt met de andere gemeente Graf de Rijp, die als eerste de koning ontvangt en de koningin. Dat we begin april in een gezamenlijke persconferentie met ook de provincie onze programma's bekend zullen maken. Heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat er zoveel initiatieven zijn aangedragen, dat we op dit moment nog niet precies weten of we alles in dat uur kwijt kunnen. En het zou natuurlijk heel vervelend zijn als we nu programmaonderdelen zouden aankondigen en vervolgens weer moeten terugtrekken en de mensen moeten teleurstellen. Dus dat kan niet, maar we kunnen wel in globale zin daar iets over aangeven. Ik wens u allemaal op voorhand een hele geslaagde Koningsdag toe. We hopen natuurlijk dat het mooi weer is. Een beetje mooi weer hebben we echt nodig om er een echt schitterend programma van te maken. Een beetje weinig wind op het stadsplein wil het nog wel eens winderig zijn, maar dat kunnen we nu eigenlijk niet gebruiken. Dus laten we met z'n allen hopen dat het een goede dag is, een mooie dag is. En dat we achteraf met heel veel trots kunnen zeggen als Amstelveeners, yes, dit was de beste tot nu toe. En dat is niet zo moeilijk, want we zijn de eerste. We hopen eigenlijk dat heel Amstelveen een beetje oranje kleurt. En Carlijn, die u net zag, die gaat een verkiezing houden van de mooist versierde straat van Amstelveen. U weet het nu als eerste. Doe er een voordeel mee, zou ik zeggen. Maar we gaan echt met z'n allen merken dat er iets staat te gebeuren. En gaan we kijken, wat hebben we allemaal nodig om het feest hier te kunnen vieren? Het wordt een groot feest met heel veel leuke activiteiten en optredens. En dat betekent dat er allerlei podia worden opgebouwd, allerlei voorzieningen worden ingevlogen van aggregaten hier en daar om te zorgen dat het allemaal stroom kan krijgen. Tot de prachtigste groene aankleding ook, maar ook oranje, maar ook zeker groen. Want ik hoorde kort geleden dat Amstelveen in de running is voor de groenste gemeente van Europa. Nou, dat gaan we ook wel even zien hier vlak in de buurt. En we proberen de pers al steeds meer te interesseren, want Amstelveen laat zich eigenlijk vanaf nu al van zijn beste kansen. Als u nou denkt, ik heb een club of een bedrijf, of ik werk in een instelling waar wat kan en u denkt, ik vind het leuk om ook een activiteit te organiseren in de aanloop naar Koningsdag, om dat oranje gevoel een beetje aan te wakkeren. Ik moet dan zelf denken, als ik een feest geef, dan wil ik graag dat mijn vrienden al tegen elkaar zeggen, ga je ook, het is dan en dan. En het wordt vast hartstikke gezellig. Dus dat proberen wij ook met z'n allen te doen. Dus als u een goed idee heeft om al een activiteit te organiseren in het kader van Koningsdag, Carlijn, zij is de vrouw. Dus zij zit ook straks daar achter een infodesk, hè, noem je dat, een tafeltje. En dan krijgen wij hier natuurlijk heel veel gasten. En dat zijn heel veel Amstelveeners, heel veel mensen uit de dorpen in de regio. En we krijgen een paar bijzondere gasten, waaronder de koning en de koningin. Als je zoveel gasten ontvangt, dan betekent het dat je een paar maatregelen moet nemen om dat goed te laten gaan. En als ik dan denk aan bij mij thuis, dan kom ik niet zo ver, want ik woon niet zo groot. Maar als u denkt aan een plek hier vlakbij, waar het misschien wel gaat gebeuren, dan kunt u zich misschien wel voorstellen, als daar duizenden mensen gaan komen om een feest te vieren, dan moet je daar ook een beetje rekening mee houden om te zorgen dat het goed gaat. En daar hebben we een plaatje van. De garage onder het stadsplein, die is leeg op 26 april. En die is leeg vanaf ongeveer middernacht de avond tevoren. Dus vrijdagavond vanaf middernacht moet die garage leeg zijn. En die wordt dan helemaal gecontroleerd. Iedereen die normaal gesproken een plek heeft in die garage, of daar zou willen parkeren,
Daarvoor regelen we alternatieve parkeerplaatsen. En die zijn aangegeven met IP'tjes. Dus dit is waar we hebben contact met al onze partners in veiligheidsland. En die zeggen, zoals de situatie nu is, dan wordt het ongeveer zo. Dus ik moet altijd een voorbehoud maken bij dit soort dingen. Stel nou dat er dingen gebeuren waardoor de partners zeggen, nou, we moeten toch even een tandje scherper, dan kan het veranderen, maar hier gaan we voorlopig gewoon van uit. En dat je dus van allerlei globale ideeën nu langzamerhand moet samenvatten naar wat het uiteindelijk moet worden. En dat moet dan ook goed worden neergezet. Dus er wordt hard gewerkt op dit moment. Ik heb drie uitgangspunten. Het moet feest worden. En er zijn twee randvoorwaarden. Het moet een waardig feest zijn. Hè, want je gaat geen rare dingen doen als de koning en de koningin op bezoek zijn. En het moet veilig zijn. En binnen die randvoorwaarden van de waardigheid en de veiligheid maken we een feestelijk programma. En dat gaat absoluut lukken. Er zijn natuurlijk altijd mensen van buiten die met de auto komen. Hè. De openbaar vervoerbereikbaarheid van Amstelveen is nou niet helemaal je dat zoals we weten. Hè. Dat is toch altijd nog een beetje lastig als je in Amsterdam-Zuid moet uitstappen en dan weer met openbaar vervoer hier naartoe. Maar goed, het busstation blijft open. Dus dat is in ieder geval zo. Mensen doen er wel verstandig aan om toch of voor de fiets of voor het openbaar vervoer te kiezen. Maar komen ze met de auto, dan zullen we ze verwijzen naar parkeerplaatsen via matrixborden. En dat gaan we dus allemaal netjes oplossen. Alleen dan zullen ze wat verder moeten lopen om in het stadshart te komen. Is er eens bekend hoe groot de politieinzet is deze dag? In aantallen weet ik dat niet precies. Dat kan ik waarschijnlijk nader aangeven begin april, wanneer we een duidelijk beeld hebben. Kijk, op dit moment hebben we geen indicatie dat er enige omstandigheid zich zou kunnen voordoen waar we extra maatregelen voor moeten nemen. Maar je weet maar nooit. Tot op de dag voor de Koningsdag krijgen we informatie. En afhankelijk daarvan zal de inzet worden bepaald. Maar het is een vrij normale inzet voor een evenement als dit. Kijk, als mensen eenmaal langs de route staan en het is vol, dan kun je duwen wat je wil, maar dan krijg je niemand meer in beweging. Dat is ook de bedoeling, dat ze blijven staan. Dus ook op de route zelf, als het koningspaar voorbij is, zullen mensen op schermen kunnen blijven volgen wat er gebeurt, zodat ze niet de neiging hebben om mee te gaan lopen. Want als dat gaat bewegen achter die hekken, dan krijg je dus allerlei problemen met kleine kinderen, met oudere mensen en dat soort dingen meer. Dus proberen het zo statisch mogelijk te maken waar het gaat om het publiek. Dus het is heel belangrijk, als je het echt goed wil zien, moet je op tijd bij het hek staan.